Yo, Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Super Mario Odyssey speedrun tips en tricks video. Zo, dat kwam er snel uit. Als een echte speedrunner. Ik ben geen echte speedrunner. Maar vandaag gaan we koken! In het kookrijk, de vulkaanland. Let's go! En in deze serie geef ik dus tips hoe je Mario Odyssey zo snel mogelijk kan uitspelen. Dat doe je door dit soort schermpjes gelijk door te drukken. Vind je deze video's en deze tips nou handig en gebruik jij ze ook? Doe zeker even dat duimpje omhoog, jongens. En vergeet niet te abonneren. En dan gaan we hier naartoe. Rollen, bollen, bolly, 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 bolly. En dan wil je hier op dit randje gaan staan. Hoetsie. En dan wil je een triple jump maken. Cappy gooien, bouncen op de muur. En dan ze hier omhoog. En dat is ook weer een lastige jumpy zo te zien. Ik doe dit allemaal voor de eerste keer, jongens. Ik heb dit ook nog nooit gedaan. Oh, ja, dat was hem. Dat was hem. Oh. Oké, en dan willen we hier naartoe. En dan, dan hebben we hier de eerste moon. Oh. Nu gaan we rollen en long jumps maken, want we willen recht vooruit. Dus we willen hier naartoe. Oh, we willen hier naartoe. Ik had hier, ja, een long jumpie. Ja, cool. Oh, nee. Rustig aan, Mario. Hier, long jump. En dan, nou ja, of geen long jump, dat kan ook. Zonder long jump kan het ook. En dan hebben we hier de tweede maan te pakken. Yay, de geheime kamer in de lava. Nou, dit gaat weer lekker als een pro-speedrunner, maar niet heus. Dan maken we een backflip, gooien we Cappy daar naartoe en Cappy daar naartoe. Hotse volotsi. En dan gaan we hier naartoe voor de boss battle. En dit is tegen een Broodle. Dit zou, als het goed is, weer heel snel moeten kunnen gaan als je goed bent tegen deze Broodle. Het is een kwestie van wachten tot hij gaat rollen, op zijn hoofd springen en dan twee keer op zijn hoofd springen. En zo zou het moeten lukken. Ik hoop dat het lukt, jongens. Zo en dan hoppakee. Kijk, dit is een lekker beginnetje. Dit begin is top. Nu moeten we focussen. Op zijn hoofd springen, ja. En dan weer een dubbel jumpie op zijn hoofd. Ja, zo. Lekker. Oh, dit gaat wel echt heel goed. Gaat dit gewoon voor het eerst perfect? Dat zou echt super sick zijn. Dat zou echt super, super sick zijn. Let's go. En op zijn hoofd. Boom. Ah, bijna perfect. Bijna perfect, maar net niet helemaal. Oh. Maar oké, ik ben tevreden met hoe we deze Broodle hebben verslagen. Dat wat ik de eerste twee keer deed, dat moet ik de derde keer eigenlijk ook doen. En we krijgen hier maar één gierige maan voor. Geen eens drie. Potverdorie man. Of is het potverdorie maan? En de brug gaat open. Maar we willen helemaal niet over de brug. Wij willen namelijk hier naartoe. Wat? En dan willen we gelijk om de hoek springen. Dus we lopen hier naartoe. Gooi je capje daar naartoe. En gaan zo, hoppakee, naar deze maan. Dit was echt een soepele, jongens. De eerste jump ging niet zo soepel. Maar nu gaat hij wel soepel. En we willen dan gelijk weer terug. De rest gaan we niet doen, want dit level duurt te lang. Nou willen we met een backflip hier naar boven. Ja, zo ongeveer. Dat was niet heel clean. En nu willen we daar naartoe. Dat kunnen we doen door zo te gaan. Op Cappy en nog een keer gelijk hier naar boven. Hatse flat en gelijk door. Want je wil eigenlijk gelijk hier op. Dat kan in één jump. Je kan het ook op deze manier doen. Dan ben je ook hierboven. Vervolgens willen we naar die paal en dan daar bovenop. Want je ziet daar iets glinsteren. Op dat blauwe kristalding. Daar zit een moon. En dat doe je door een long jump te doen en op Cappy te springen. Hatse flats, backflippy, op Cappy en dat nog een keer te herhalen. En dan zijn we hier en dan... ground pounden! Nee! Doen we het toch gewoon nog een keer. Hatse flats. En ground pounden. Precies op de juiste plek. En nog een ground poundje en een high jump. Want dan kan je dus de moon het snelste pakken. Vervolgens willen we zo snel mogelijk daar naartoe. En dat kan door daar tussendoor te gaan richting dat paarse muntje. Dus een long jumpy bijvoorbeeld. Op Cappy. Nog een keer op Cappy. En door. Die aan deze kant. Hier kan je een triple jumpy maken eventueel. Je wil in ieder geval je Cappy op dit ding gooien. Hier naar boven. Hier naar beneden springen. En dan zo je Cappy gooien. Want die wil je eigenlijk dus op die kist hier gooien, want hier zit een moon in. Hatse flats. Nou ja, ik ben naar beneden gedonderd. Maar je wilt dat dus in één keer doen, omdat die moon daar boven uitkomt. En dan hoef je niet hier nog een keer te gaan walljumpen. Anyways, nou ja, op deze manier kan het ook. Het gaat bij mij allemaal wat langzamer dan bij een echte speedrunner. Maar dit is de route die je moet doen.
Vervolgens ligt hier beneden een radijsie of whatever it is. En dat radijsie willen we hier in de kookpan gooien. Want daar komt ook weer een moentje uit. Hallo moentje, lekker! Die gaan we ook even pakken. Nice, gouden recept van de souschef. En de volgende maan die zit daarboven op die pilaar. Daar zie je ook weer zoiets glinsterends uitkomen. Met een beetje geluk kan je vanaf hier daar ook naartoe springen. Bijvoorbeeld met een backflippy en een zo. En dan hier doe je dat nog een keer. Nog een keer backflippy, opcappy, hoppakee, ground pounden. Nog een keer ground pounden. Deze was aardig perfect. Dit was een lekkere. Nice. Voelt ook wel goed als dingen gewoon wel in één keer lukken. Dan willen we nu naar dat tweede eilandje daar in de verte. Dat doe je in twee delen. We gaan eerst naar dat eilandje namelijk. En je kan daar dus zo'n vuurding pakken die daar gewoon omheen aan het zwemmen is. Maar je kan ook proberen dat gewoon met Mario te gaan doen. Laten we weer proberen om een longjumpie te maken. Zo laag mogelijk. Opcappy. Ik pak even dit ding. Voor de zekerheid als ik nu in de lava val. Maar speedrunners rennen in één keer door. Die gaan in één keer zo. Wat een keertje. Opcappy. En nog een keer. Ja, kijk, dit is lekker. Ground poundje. Nog een ground poundje. Lekker. We gaan goed. Dit voelt nice. Dit voelt echt super chill. We zitten al op de helft van de manen, jongens. En nu gaan we op weg naar een hele moeilijke. Die ik waarschijnlijk niet in één keer goed ga doen. We willen namelijk daar naar dat deurtje. En daarvoor pakken we deze guy. Ik wou gewoon sneller. En dat doe je door met je controller te schudden. Zo, zo. En dan hier omhoog. En dan eruit. Hop. En deurtje open. En door. Dit wordt een moeilijke. Ik zie mensen hier echt helemaal gek gaan. Speedrunners. Die gooien zichzelf overal naartoe. Super sick. Gelijk hier die wat op. Hoppakee, dan zijn we daar. Lekker. Dan gooien ze hier wat op. Oh nee. Hier gooien ze Cappy gelijk naar boven. Dus, hop. Ja, zo. Dan gaan ze daar naartoe volgens mij. Nou, nee, ze zijn er al lang. Ik doe hem wel iets langzamer weer. Bij deze slaan ze dat middelste ding ook over door gewoon Cappy omhoog te gooien. Ik doe het wel even gewoon zo. Misschien is het toch makkelijker. We moeten wel naar die rechter toe. Ja, kijk. Dan willen we nu daar naartoe. Cappy gooien. En oh, nee! Ah, ik wou op Cappy jumpen, maar dat deed hij niet of zo. Nou ja, anyway, deze wil je pakken. Zo snel mogelijk. Ik hoefde niet eens op Cappy te jumpen. Ik kon gewoon in één keer hierin jumpen, denk ik. En als je hier uitrent, kan je nu in één keer daar naartoe, als het goed is. We gaan het proberen. Ja, lekker. En dan pakken we deze moon ook even mee. En dan zijn we toch al aardig op weg, jongens. We gaan gelijk naar buiten. Let's go. Vervolgens willen we weer zo'n vulkaanbubbel pakken. Kom maar mee. En dan willen we via dat dingetje daar omhoog. Dus we gaan zo, we gaan zo, we gaan zo. En jump, ja, nice. En dan gaan we hier naar rechts en dan doen we hetzelfde. Gaan we weer dat, dat, dat. En hier er bovenop. Je moet alleen wel lekker uitkomen. Nou, weet je, ik ga wel gewoon proberen via deze dingen omhoog te gaan. Zo, goed kijken waar je schaduw is. En dan gaan we daar naartoe. 1, 2, 3, eruit. Hotse flats, hier naar boven. En dan wil je eigenlijk hier op een schuin randje... wil je terechtkomen. Ik maak deze Goomba even kapot. Je wilt zeg maar via Cappy daar op dat soort van driehoekje komen wat je ziet. Dus ik probeer het even met een backflip en dan gooi ik Cappy en dan wil ik hier en dan zo naar boven. Zo ongeveer moet je gaan. Nogmaals, het is voor mij de eerste keer, dus ik ben ook aan het leren. Volgende poging. Ja, ja, lekker hoor. Dat was poging 2. Dit ging super soepel. Anyway, de volgende maan die is gelijk hierboven. Lekker. Boven op een rotsie. Wij gaan daar naar beneden en we willen die tweede guy pakken die daar staat. Hij is net gedespawned, die ene. Jullie gaan het zo wel zien. Dat is de eerste. Die willen we niet pakken. Wij willen de tweede pakken. Wij willen deze pakken. Oh, oké. Okay, ja. Pakken, pakken. Oké, never mind. Niet alles kan goed gaan. Weet je wat? Ik pak die eerste wel. Je wil deze namelijk daar vanaf stoten. En dan willen we hier omhoog. En dan willen we hier... Ah! Ga weg. Freaking spiny. We willen in ieder geval hier het midden weghalen. En dan willen we eruit. En dan willen we Cappy daar opgooien. Potverdorie, ga weg spiny. Wat een irritante gast. Jonge, jonge. En dan gaan we daar naartoe om die moon te pakken. Man, man, man. Moon, moon, moon. Nice. Lekker. Die ground pound was weer onnodig trouwens. Maar ja, hè? En nu gaat het volgende gebied open waar we de rest van de moons gaan pakken. En die eerste wil je pakken door eigenlijk gelijk deze guy zo, hoppakee, over te nemen. Je wil hier overheen springen en je wil deze fakkel aansteken. Dat zorgt namelijk voor de nieuwe moon. Die spant er gelijk achter. Dus probeer hem gelijk in je jump te pakken. Ja, niet zoals ik nu deed. Nou ja, het kan ook. Alleen... Dit was niet helemaal hoe het moet. Dan vervolgens gaan we hier naar de overkant. Want we willen hier weer op een randje springen. En voordat je op de muur springt, wil je al op Cappy gesprongen hebben. Dus je doet een triple jump. Gooit Cappy ervoor.
Ja, dit was dus niet goed. Eigenlijk kom je hier dus al aan, denk ik. En dan moet je vanaf hier een triple. 3. Cappy gooien. Erop springen. Nee, hè? Misschien kan het ook wel met een backflip. Zo, en dan zo. Ja, maar dat haal ik nooit. Interesting. 1, 2, 3. Hoogste punt. Op Cappy springen. Zo, en dan zo erop. Ik vind dit de moeilijkste jumps, hoor. Waar je een triple jump voor nodig hebt. Ja, ik denk dat ik in mijn officiële speedrun straks gewoon lekker hier langs ga eigenlijk. Dat ik deze jump even oversla. Ga ik hier naartoe. Ga ik hier naartoe. En dan ga ik vanaf hier die jump maken. Met een long jumpy en dan een jumpy op Cappy. En dan, ja, dan moeten we wel... Oh, dit is echt wel een beetje een paniekmomentje. Maar oké, we hebben hem. Het is een klein randje waar je op kan staan. Maar we hebben deze ook te pakken. En nu moeten we nog 3 moons. En daarvoor gaan we naar het laatste stuk. Dan pakken we al die 3 moons in 1 keer. En daarvoor wil je eigenlijk naar het stuk waar we net vandaan kwamen. Dat platformpje. Dan gaan we hier langs, zo op. En dan gaan we hier deze vork pakken. Gaan we met die vork omhoog. En gaan we met deze vork omhoog. En ja, dan zijn we er. Want dan moeten we namelijk even deze pakken en deze kapot maken. En dan komen we bij de laatste 3 maantjes aan. Dit is namelijk Klepto volgens mij. Oh nee, dit is een andere vogel die weer terug is. Normaal gesproken maak je deze cutscene niet af. Dan ga je gelijk door. Je wacht niet af wat deze vogel gaat doen. Dus door. En als het goed is, kan je dit ook met 1 simpele jump halen. Dit volgende stukje. Kijk, want hij dropt namelijk zijn vleesie. Dan doe je een backflippie. En dan ga je gelijk... Hotseflats! Hier naar boven. En dan heb je de laatste 3 powermoons ook te pakken. En hoef je heel dit parcours eigenlijk niet te doen. Super chill! Ja! Dit was het kookrijk, jongens. Dit is een lang koninkrijk. Misschien wel het langste koninkrijk op New Donk City na. Maar dit was hem. Dit was hem. De vogel is verslagen. En we gaan terug naar de Odyssey. Oh ja, maar we zijn nog helemaal niet klaar met deze video. Want hierna komt nog een klein koninkrijkje. Want in plaats van dat we op Bowser's Rijk aankomen, waar we dus nu eigenlijk naartoe willen, gaat het namelijk helemaal fout. Want Bowser, die staat hier even op een draak. Die heeft de epische draak overgenomen. En die moeten we eerst even kapot gaan maken in het volgende rijk. Nou, dit blijft wel echt een super vet shot, hoor. Holy moly. Ja, in een speedrun kijk je hier dus niet naar, hè. Dit ga je allemaal lekker overslaan. Dus wij komen aan in het ruïnerijk. Go, 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 go. De trap op. Wow, we pakken deze. Let's go. Nog een keer. En dan gaan we hier met de Electro Mario naar boven. Daar is die. En wat je wilt doen, is zo snel mogelijk deze 2 hartjes uit de grond halen. Die wil je natuurlijk nog niet pakken, maar die wil je alvast klaarzetten. Want wij gaan sowieso damage pakken tijdens deze boss battle. Hopelijk nog niet nu door deze dingen, maar wel als die straks een ground pound gaat doen. Hij gaat namelijk nu met zijn kop op de grond. En dan willen wij gewoon gelijk hier naar boven. Ja, dit is oké. Maar we pakken dus damage. En dat is dus, dat doen we dus expres. Want dan hebben we iets extra tijd om deze pinnen uit zijn kop te trekken. En dan kunnen we zo ground pounden. Hoppakee. En straks een hartje pakken. Zodat we weer full HP zijn. Oké, nou. Het lukt mij meestal niet om dit zonder damage te doen. Ik heb het al een paar keer geprobeerd, maar elke keer pak ik hier damage door deze stomme scheiddingen. Ja, nu dus weer. Ik ben nu denk ik ook te laat voor de triple jump. Alhoewel, dit gaat nog wel aardig. Ja, dit gaat nog wel aardig. Oké, we zitten er weer op. En terwijl hij nu klaar is met zijn elektro-aanval, halen wij die pinnen alvast uit zijn kop. En kunnen wij hier ground pounden. Gaan we snel op zoek naar nog een extra hartje. Die ligt hier achterin ergens. Even kijken. Hier ligt er eentje. Die pakken we gelijk. En dan gaan we door. Dan moeten we dus nu geen damage proberen te pakken. Ik weet niet hoe dit is gelukt. Oké, het lukt ook niet. Normaal gesproken wil je dus nu opnieuw die triple jump doen. Ja, dat is op zich wel handig. Oké, dit lukt misschien nog wel. Ja, nog 3 pinnen eruit. Nog 3 pinnen eruit. En ground pounden. En klaar is deze draak. Hoppakee. Nou, alleen de laatste, dat ging niet zo heel lekker. Maar dat, je wil dat dus doen op de manier waarop je dat de eerste keer, 2 keer ook doet. Met die triple jump. En ja, daar is die. Daar zijn de 3 manen van dit ruïnerijk. Die pakken we. Hotseflatsie. Yay. En dan kunnen we door naar Bowser's Rijk. En dat gaan we doen in de volgende video. Dus doe dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's op je beeldscherm. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!